Ze is veranderd, jongens. What the fuck? Ze is wel knap, eerlijk is eerlijk. Oké, pak de camera, pak de camera. Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie allemaal kijken naar een splitsplinter nieuwe video. Ik heb super veel zin om een video te maken. Ik ben van vakantie en dat betekent dat ik weer nieuwe shit ga maken voor jullie. We gaan gelijk beginnen. Jullie hebben al aan de titel gezien. Ik heb dus gekeken naar de foto's en het is best wel, het zijn pikante foto's. Maar het zijn dus wel mijn exen. Dus dat is ook leuk voor de jongens. Oké, mensen, mijn eerste ex was, ik ga er een beetje een verhaal bij zeggen. Want anders is het wel een beetje raar als ik gewoon een foto laat zien en dan niks ga zeggen. Dus ik doe even een verhaal bij. Nou kijk, dit was dus een, dit is Citra. Dit is dus een vakantievriendin. En ja, het was hartstikke gezellig met haar. Alleen ze is een beetje seksistisch. Nou jongens, dit is Citra. Ja. Dit is haar. En het was gewoon een gezellige meid en het was super leuk. Leuke vakantie gehad. Was een vakantiemeid. Super leuk, tof. Hartstikke leuk. We gaan naar de volgende. Dit is Cynthia. En Cynthia, ja, was best wel mooi. Dat was ook een vakantie iemand. Ik heb meer exen gehad van vakantie dan hier in Nederland trouwens. Want op vakantie is het zo dat je dan daarna denkt van, nou, geen zin meer om af te spreken. Dus weet je, dit is haar. Ik zou weer even laten zien trouwens. Dit is, ja, Cynthia. Ja, ook een vakantie iemand. En ze is 17. En ja, gaan we naar de volgende. Ja, dit is een, ja, ze is een beetje anders geworden dan vroeger, zeg maar. Ik was 15 of zo. Ja, het was op school vroeger. Ze is heel erg veranderd, zeker weten. Holy guacamole, wat is ze veranderd? Ze is veranderd, jongens. What the fuck? Ze is wel knap, eerlijk is eerlijk. Dat is ze, what the fuck? What the fuck, ze is best wel knap en super leuk natuurlijk. En dat is een ex geweest, zeker weten. Van een vroegere schoolklas, dus dat is leuk. Oh ja, dit is Femke. Niet die Femke Louise van YouTube, nee. Maar gewoon de Femke, mijn ex. Ik laat het wel zien. Ik ga er niet veel over zeggen. Dit was zij en ze is heel aardig en ja, ik kan het verhaal wel heel interessant gaan maken, maar ik denk dat dit niet, ik heb geen interessant verhaal ervan, weet je. Dus gaan we naar de laatste, ze heeft blauwe ogen, ze is ook heel erg veranderd, ik was 14 toen ik met haar had. En ja, laat ik het gewoon zien, hey. Dit is Lotte, zeker weten. Nou mensen, nu ik toch bezig ben, wou ik dus de exen die ik had, die wou ik dus even als zombie creëren. Dus we gaan even hun als zombie laten zien. En wie ga ik doen? Laten we de laatste doen. Dus Lotte, laten we eerst Lotte gaan doen. En dan Cynthia. Oké, we gaan eerst Lotte doen. Lotte, daar ga je. Nu is ze opeens niet meer zo mooi als ze was. Dit is ze dan. Holy guacamole. Dat is even wat anders. Als ze zo was toen ik 14 was, nou dan had ik niet gedacht dat ik haar wou. Of zo, weet je, maar we gaan naar Cynthia. Ik ga Cynthia even aanklikken. Opeens is ze niet meer degene die ik als ex wou. Nee, zeker niet. Maar mensen, ga ik nog één ding zeggen. En dat is, als jullie nog meer dingen van mij willen weten, dat kan zeker. En jongens, ik heb gelogen. Dit waren dus niet mijn exen. Dit zijn niet mijn exen. Ik dacht, ik moet gewoon een keer een video maken en een verhaal bij bedenken bij een meisje. En het is gelukt. Ik vind het best wel mooi gelukt deze video. Dit zijn niet mijn exen. Ik herhaal. Dit zijn niet mijn exen. Dit zijn gewoon plaatjes van internet. En jongens, weet je, ik heb een hartstikke lieve vriendin. En ik hou van haar. En ik heb niet die exen. Dat zijn niet mijn echte exen, mensen. Duimpje omhoog. Deel naar 3 exen. En reageer wat ik de volgende video moet doen. En dan zie ik jullie bazen. Zie ik weer later. Oké, pak de camera.